Hallo ballonvrienden allemaal. Vandaag maken we deze superleuke Hello Kitty armband. Wat heb je nodig voor deze armband te maken? Een overschotje van een roze of witte ballon. Voilà. Een witte hartjesballon. Een donkerroze 260 ballon. Deze blaas je op met een overschotje van 6 tot 7 vingers. Een lichtroze ballon, ook 260. En deze blaas je ongeveer de helft op. Een zwarte stift, een gele stift, onze pomp en, het belangrijkste van allemaal, een klein stukje overschot van een ballon. Dit kan om het even wat zijn. Als je een overschotje hebt van een ballon, maak er vele knoopjes in, zodat je echt een bolletje verkrijgt. Ik weet niet of ik hier nog eentje liggen heb. Ja, dit is een wit, dit is een zwart. Ik weet niet of het duidelijk is voor de camera. Dit zijn eigenlijk gewoon overschotjes van ballonnen waar ik vele knoopjes in leg. Als je geen overschot van ballonnen hebt, kan je dit altijd oplossen door bijvoorbeeld een rozijn te gebruiken. Nu, hoe ga je aan het werk voor zo'n leuke Hello Kitty armband? Ik toon het jullie. Ik zou zeggen, neem je spulletjes erbij en doe lekker met me mee. We starten met onze hartjesballon. Hierin gaan we ons knoopje gewoon induwen. Helemaal tot op het eind, dat het daar helemaal in zit. Voilà, dat je voelt dat het hier in zit. Nu, onze hartjesballon gaan we ook niet helemaal opblazen, want anders krijg je een hele lange nek. En we hebben eigenlijk alleen het bovenste deel nodig van de ballon. Dus, we steken onze ballonpomp diep in de ballon. Echt heel diep, dat je voelt dat ze hier zit ongeveer. Hou je ballon goed vast en pomp hem op. Zodat je eigenlijk dit krijgt. Laat er een beetje lucht uit, dat het zacht en soepel is. En knoop dicht. Dit eindje gaan we straks gebruiken voor verder mee te werken. Je voelt dat de knoop hier zit momenteel. Ik breng hem even naar hier. En wat we daarmee gaan doen, dat ga ik jullie zo dadelijk laten zien. Nu gaan we eerst onze Hello Kitty zelf maken. Dus neem je donkerroze ballon. Maak een loop. Zo, eigenlijk een bloemblaadje. En zo maak je er 5 of 6, wat je zelf wilt. Dit zijn er 2. Kneed ook regelmatig even in de ballon, dat hij zacht en soepel blijft. Want als je ballon te hard opgespannen staat, zou hij kunnen ploffen. Dus telkens even in de ballon knijpen. Zo, ik heb nu 5 leuke bloemblaadjes. De overschot knip ik los en knoop ik dicht. Hierin ga ik het hoofdje brengen van Hello Kitty. Nu neem je gewoon de ballon vast. En breng deze hierin. En nu kan je eigenlijk al starten met je Hello Kitty te gaan tekenen. Ik heb het natuurlijk al vaker in verschillende video's gezegd. Ik ben niet de beste tekenaar. Dus mensen die mooi kunnen tekenen, zullen hier zeker iets heel mooi van kunnen maken. Maar ik hou het altijd
basis. Mijn stift is leeg, dus ik neem even een andere stift erbij. Gelukkig heb ik er voldoende. Ik doe dit nu natuurlijk even heel vlug voor jullie, zodat jullie geen uur moeten blijven kijken naar mijn zwakke tekenkunsten. Voilà, drie lijntjes er nog bij. 1, 2, 3. Hier ook. 1, 2, 3. Het neusje maak ik ook gewoon een cirkeltje. En dat cirkeltje kleur ik in met een gele stift. Tiri 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 tiri. Dit doe ik echt heel even snel. Jullie zullen veel beter kunnen tekenen dan ik zelf. Nu, voor de rest gaan we onze roze 260 erbij nemen. Hier maak je een hele kleine loop. Zo klein als je kan. Maak nog zo een kleine loop. Maak een bubbel. Deze bubbel ga je pinch twisten, dus dat doe je door de bubbel achteruit te trekken en te draaien. Breng de pinch twist tussen de twee loops en dan heb je een leuk strikje. De rest van deze ballon heb je niet meer nodig. Knip deze los. Knoop dicht. Maar knip dit niet af, want dit hebben we nodig. Nu komt het moeilijkste. Dus je zoekt eigenlijk je knoopje dat je in je ballon hebt gestoken, ga je nu zoeken. En als je dit gevonden hebt, ga je dit een beetje naar de juiste positie proberen brengen. En als je het gevonden hebt, neem je het vast en ga je gewoon een aantal keren draaien. Zo, en dan neem je eigenlijk je uiteinde van je strik en dat draai je vast rond het knoopje. Draai maar goed rond het knoopje vast. Even door je ballon halen. En dan heb je een leuke Hello Kitty ballon. Nu, voor een armband neem je een overschotje van een ballon. Knoop de uiteindes gewoon aan elkaar. Dit doe je uiteraard naar gelang het formaat of de dikte van het kindje. Zijn of haar arm. Deze Hello Kitty ballons moet ik wel bij vertellen dat dit één van mijn populairste ballonnen zijn die ik altijd moet maken. Ik heb er in mijn ballon-carrière al enkele honderden van gemaakt. En op elk feestje waar ik kom, is er altijd wel iemand die een Hello Kitty armband wil. Dus je trekt dit gewoon open en doet dit rond de arm van een kindje. En je hebt een hele leuke Hello Kitty armband. Ik wens jullie heel veel plezier met deze video. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dag, lieve ballonvriendjes.